zijn, dat we dan klaar zijn voor de toekomst. En dat is precies de kern van het WOZO-programma. Dit was mijn inleiding. Mevrouw Aegman. Dank u wel, voorzitter. We zijn hier getuige van het meest koude, meest kille, meest weerzinwekkende overheidsbeleid dat het kabinet Rutte IV van alle kabinetten voert. Voor ons staat de minister die stopt met het bouwen van verpleeghuisplekken. En Jopie, waar ze mee begon, er zijn er tienduizenden van, straks honderdduizenden en nog veel meer. En uiteindelijk komen de Jopies van deze wereld in het verpleeghuis terecht als ze zo oud zijn, dementerend zijn, bedlegerig zijn, bijna doof, bijna blind, komen ze in het verpleeghuis. En deze minister zorgt ervoor dat de zestigers van u, die inderdaad graag langer thuis willen wonen, maar als zij straks aan de beurt zijn, als zij straks dementerend, bedlegerig, oud en zorgbehoevend zijn, er geen verpleeghuisplek meer is. En op welke planeet heeft deze minister, die notabene zelf uit de zorg komt, dat voor zichzelf recht kunnen breien? Ja, voorzitter, dat is dezelfde planeet waarbij ik ook zeg dat we de verpleeghuiszorg houden. Dat we dat doen voor de aantallen die we nu hebben, en daar hebben we al 4800 aan toegevoegd, omdat dat onomkeerbare plannen waren. In de zorgmonitor van ZN wordt gesproken over 7.000 à 8.000 plannen. En we zijn nu aan het kijken, en voor de zomer hebben we daar een besluit over genomen of daar nog meer aan die 4800 moet worden toegevoegd. En dat is de stand van zaken van de plannen voor de verpleeghuizen nu. En die moeten we vooral overeind houden. Maar die kunnen we alleen maar overeind houden als we ook aan de andere kant zorgen dat onze ouderen ook vitaler blijven, dat we ook in de sociale basis de dingen doen, dat we ook zorgen dat die zorg goed is, omdat we weten dat we dan ook de zorgvraag kunnen afremmen. En dan hoop ik, het beeld wat u schetst van iemand die altijd eindigt in het verpleeghuis, hoop ik dat we dat ook voor een deel kunnen afwenden. En daarnaast is het niet zo dat we alleen maar bij die 130 met sowieso die 4800 erin, maar ook nog even kijkend naar die zorgmonitor van ZN, dan is het niet zo dat we daarnaast helemaal geen verpleegzorg hebben. Maar we gaan die verpleegzorg kanaliseren, mogelijk maken in bijvoorbeeld een geclusterde omgeving. En denkt u even, ik wil hem even afmaken aan, want dat gaat ook gebeuren, de verpleeghuizen blijven gewoon vervangen worden. We hebben een aantal oudere verpleeghuizen in Nederland die straks ook niet meer voldoen. Die gaan we vervangen. En met deze mogelijkheid hebben we de mogelijkheid om met elkaar een nieuw plaatje te tekenen. Ik was gisteren in Arnhem. Daar waren de zorgbestuurders daar ook heel concreet mee bezig. We hebben een stuk verpleeghuis. We hebben een aantal verpleegzorgplekken op plekken in geclusterde woning in de pen zitten. Zodanig dat mensen ook met hun partner kunnen blijven samenwonen bijvoorbeeld. En daarnaast hebben we, noem het de oude aanleunconstructie, hebben we geclusterde woonvormen voor ouderen straks. En dat zijn ze concreet aan het uitwerken. En gaan straks ook gebruik maken van de subsidie die ik ter beschikking stel. Voorzitter, wat een absurde verminking van de realiteit en de intenties die dit kabinet heeft. Het is van een oneerlijkheid van de hoogste klasse. Op dit moment, op de bedden, de verpleeghuisbedden die de minister wil houden, liggen al hoogbejaarden, zwaar dementerend, zeer zorgvragend. Die zijn al bezet. Daarnaast staan er nog 22.000 met wie het thuis al lang al niet meer gaat op een verpleeghuis. En elk plekje dat vrijkomt, daarvan gaat de helft naar mensen, ook hoogbejaarden, met een nog ernstigere situatie. En dan hebben we hier een minister die zegt, die andere 130.000 bedden die we eigenlijk ook nog nodig hebben tot 2040, dus voor de zestigers van nu, die bouwen we niet. Want de zorg is ons te duur. En de ouderen kunnen van ons de pot op.
Ze zijn het kind van de rekening en ik bouw niet voor ze. En dat is de hardvochtigheid die deze minister in zich heeft. En ik ben een zat voorzitter, altijd maar die mooie praatjes. Ze bouwt geen verpleeghuizen. Vandaag is het debat over de helft van de verpleeghuizen die nodig zijn in 2040, die gewoon niet worden gerealiseerd. En mag ik alsjeblieft gewoon van deze minister een eerlijk antwoord? Dat ze gewoon zegt, ja, dat wil ik zo, want ouderen zijn me te duur. En ik heb een collega, die heet Van den Burg, en die is de staatssecretaris van immigratie, van massa-immigratie. En die heeft 10.000 huizen per jaar en die geeft die allemaal weg aan immigranten. Maar voor onze alleroudste bouwt ze niet meer dan wat er nu is. Dus voor de helft van de mensen die over 17 jaar 80 is, is er geen verpleeghuisplek. Ja, voorzitter, mevrouw Agema zegt heel veel. Op de eerste plaats blijven die verpleeghuisplaatsen die blijven. Die 130 plus de 40.000 verpleegzorgplekken zijn straks geschikt om die zware verpleegzorg te leveren. En het enige verschil is dat je voor het verpleeghuis een plek hebt waar je echt moet verhuizen naar die plek, omdat wonen en zorg niet gescheiden kunnen zijn. Bij die andere zijn we bezig om te zorgen, en dat is echt een goede inschatting, dat je wonen en zorg wel degelijk kunt scheiden en daarmee ook tegemoet kunt komen aan een hele sterke wens van mensen. Ik was gisteren in Arnhem en ik werd bijna overvallen in de hal.